zijn hier op Landvreugd, boerderij Landvreugd, waar we een tuin van het voedselbanktuinier hebben. En vandaag is het een heugelijke dag, want we hebben een blokhut gekregen. Financier van Fonds Schiedam-Vlaardingen en van de Lions Club. En vandaag komt de wethouder Marcel Houtkamp, die komt de blokhut openen. En eigenlijk het begin van het seizoen waarin wij weer groenten telen. Voor en die ter beschikking komt voor de voedselpakketten. Je zegt een mooi woord, voedselbanktuinen. Wat gebeurt er dan precies? Nou, wij met vrijwilligers kweken wij hier groenten voor de voedselpakketten, met name in Schiedam. 140 pakketten worden wekelijks uitgedeeld. Er zit weinig verse groente in. Nou, wij proberen daarin die behoefte te voorzien om wat verse groenten te kweken. Voor de voedselpakketten, zodat deze mensen die een voedselpakket krijgen, ook verse groenten krijgen. Ja. Welke groenten met name kweken jullie hier? Wij kweken, dat is een hele rij. Dat zijn te beginnen met sla, andijvie, spersiebonen. We zijn zelfs nu aan paprika's aan het planten. Stokbonen, uien. Te veel om op te noemen. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, dat moet natuurlijk eerst allemaal groeien. Dan ga je het oogsten. Krijg je dan niet ineens op een moment ineens een hele grote hoeveelheid? Ja, maar we hebben natuurlijk nooit tegelijk altijd 140 kroppen sla. Soms hebben we 80 kroppen sla, dan 40. Maar er is eigenlijk nooit genoeg. Dus dat is geen probleem. Is het zo dat je voornamelijk met vrijwilligers werkt? Of zijn er ook mensen die zo'n voedselpakket afnemen en ook komen helpen? Ja, er zijn mensen die ook werkzaam die zelf een voedselpakket krijgen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Er zijn mensen die een uitkering krijgen. Wat ook leuk is, dat wij wat Syrische mensen hebben, vluchtelingen. Ook van de Jan van Brakenziekstraat, die komen meehelpen. Twee vliegen in klaps, leren wat Nederlands en ze zijn bezig, want ze spreken nog weinig Nederlands, maar ze willen graag wat doen. Ja. Nou, kan ik me voorstellen dat het gewoon ook leuk is om hier buiten bezig te zijn. Kan je mensen nog gebruiken, vrijwilligers? Ik kan absoluut nog vrijwilligers gebruiken. Iedere dinsdag en iedere donderdag ochtend vanaf 9:30 tot 10:30 kunnen ze hier terecht. Als mensen daar behoefte en zin in hebben om in de buitenlucht bezig te zijn, dan zijn ze van harte welkom. Zowel hier op Landvreugd als op Vijfsluizen. En op het Wiebouwplein, daar zijn we iedere maandag en iedere woensdag. Ja. Ten slotte, dit stukje grond bij Landvreugd. Er was er sprake van dat dit opgeofferd zou worden. Hoe lang kunnen jullie hier nog blijven? Nou, ik denk dat we wel een poosje kunnen blijven hier. De gemeente was van plan deze boerderij te verkopen. Maar de bedoeling is dat het beheer weer teruggaat naar de gemeente. En dat we ook iets in die boerderij kunnen gaan doen. Bijvoorbeeld koken voor minderheden en voor Stichting Net Niet Genoeg. Echt verbindingen leggen met ook andere organisaties die hier gebruik van kunnen maken. Ja. Dus ik denk dat we voorlopig hier nog wel even zitten. Ja. André Hertog, directeur Irado. Wat is uw bijdrage aan deze blokhut op de voedselbanktuin? Ja, Jan Willem is eigenlijk tweeledig. Namens de Lions Club Schiedam hebben wij geld ingezameld voor het goede doel. Waarbij met name de voedselbank een aantal mogelijkheden heeft gecreëerd. Denk even aan het aanschaf van de blokhut. En daarnaast doen wij als Irado hand- en spandiensten. En als we met name de voedselbank kunnen helpen, dan zullen we het zeker niet nalaten. Want er zijn natuurlijk heel veel vrijwilligers bij betrokken. En ik denk dat het een heel goed doel is. Hoe belangrijk is zo'n voedselbanktuin voor jullie als gemeente? Het is belangrijk voor de mensen. En dus is het ook een beetje belangrijk voor de gemeente. Maar wij helpen daar graag aan mee, direct en indirect. Je ziet bijvoorbeeld Irado hier aanwezig, dat is hartstikke goed. Het gaat in eerste plaats om de mensen die het doen, want ze vinden het leuk. En ze doen het voor andere mensen die behoefte hebben aan die goede voedselpakketten. En de een houdt van tenieren wellicht en vindt dat belangrijker. En de ander denkt aan die groep waar het voor gebeurt. En het is inmiddels op 3 plaatsen in de stad. 5 sluizen in Nieuwland en hier al een paar jaar. En ja, het groeit, het ziet er steeds beter uit, vind ik. Dus ja, de gemeente draagt ook graag iets bij. Eigenlijk is het jammer dat ze er zijn. Ja, jammer dat ze er zijn. Je zou zeggen, het zou niet nodig moeten zijn. Aan de andere kant laat het ook zien dat je op een duurzame manier met elkaar en ook nog op een leuke manier
goedkopere pakketten kunt maken voor mensen. Het is jammer dat er mensen zijn die weinig geld hebben en daarop aangewezen zijn aan de andere kant. Het is, ik vind het daarom niet zo jammer. Ik vind het gewoon goed dat het gebeurt. Wat is jullie bijdrage vandaag? Wij hebben als fonds een bijdrage geleverd aan de Blokhut. Zodat de vrijwilligers die hier elke dag bezig zijn een eigen plekje hebben om de spullen droog te zetten. En waar ze even kunnen schuilen als het regent. Hoe uniek is nou eigenlijk zo'n aanvraag als deze? Nou, wij vinden het vooral heel erg leuk dat ze met vrijwilligers werken. En de opbrengsten natuurlijk, dat komt weer ten goede aan de voedselbank. Dus dat, Is dit de eerste aanvraag op dit gebied? Of worden jullie wel meer met aanvragen bestookt om dit soort goede doelen te dienen? We hebben wel vaker een donatie verstrekt aan de stadslandbouw. In Vlaardingen zit een grote club die ook heel erg actief is. En die hebben ook weer onderling contact met deze club. Dus dat is alleen maar positief.